Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag laat ik jullie mijn shopblog zien aankopen die ik in de vlogs heb gedaan. En ik ben nog even naar de stad geweest om wat dingetjes te kopen bij de H&M. Want er was super veel sale. En dus ik ben ook even naar Kruidvat geweest. En dus laten we beginnen. Als eerste ga ik beginnen met dit shirt wat ik nu aan heb. Er staat Everywhere op. En ik zou ook nog wel try on aanbeelden laten zien dat ik het aan heb. Dit shirt dus. En deze was 10 euro. Dan gaan we verder met de tas. Dan heb ik een shirt. En deze hebben jullie al kunnen zien in de Ariana Grande vlog. En ook nog in andere vlogs, hoop ik. En dat is dit shirt. En er staat op, I've got 99 problems. En deze had ik aan na het Ariana Grande concert. En deze was ook maar een tientje. Dan ben ik ook vandaag heel erg bij de H&M geweest. We hebben een hele nieuwe H&M in Delft. En ja, ik kon een cadeautje uitzoeken. Ik kon pennen, kleurpotloden, spiegel en nog iets. En een waterfles. Ik heb uiteindelijk voor de waterfles gekozen. En dit is een zomersprintje. Wacht even, ik ga hem heel even openmaken. Dit is een zomersprintje dus. En ik vond hem wel erg leuk en geschikt om mee te nemen naar school. En ik had hier best wel veel verhalen over gehoord. Dat je water in doet. Dit doe je er zo op. Dit haal je er af. En dan kan je drinken. Superleuk concept. En je kan deze ook bijvoorbeeld aan je sleutels hangen. Dus deze. En deze heb ik dus gratis gehad vandaag bij de H&M. Dan heb ik nog wat leuke dingetjes gekocht. Bij ook nog bij de H&M. Als eerste zocht ik een nieuwe joggingsbroek. En dat is deze geworden. Er staat hier op California. Superleuk met een wit touwtje aan de voorkant. En zeg maar van die korte pijpjes. En deze is van het merk H&M. En gewoon in samenwerking met Coachella. Dus echt een heel superleuk merk. En deze was eerst 20 euro en nu maar 10 euro. Dus hier ga ik lekker in slapen. Ik heb hier trouwens de bon. Oké, volgende items. Ik ga alles gewoon lekker uithalen. Dan ga ik over op een zonnebril. Ik heb altijd een pilotenbril gehad. En dit keer vond ik het wel weer eens tijd voor een ander soort model. En dat is deze geworden. Ik vond hem super nice. En hij staat me ook wel heel goed. En het is gewoon een zwart model. En ik vond hem wel gewoon super leuk staan. En deze was maar 5 euro. Dus voor 5 euro kon ik hem niet laten liggen. Dan heb ik ook nog wat shirtjes gekocht. Als eerste deze. Oh, dit blauwe shirtje. En dat is zo'n losvallend shirt. Echt een super lekkere stof. Lekker voor in de zomer. En hij was eerst 5 euro en nu was hij maar in de aanbieding. Voor 2 euro. Dus voor 2 euro kon ik hem ook niet laten liggen. En hij valt lekker lang. Dan heb ik dit shirt, Bordeaux Rooi shirt gekocht. Voor de mensen die het niet weten, ik hou van Bordeaux Rood. Ik heb deze van zo'n shirt ook bij de Primark gepast in de eerste vlog. Maar die vond ik niet zo heel erg leuk of zo. En die stond mij ook totaal niet. Dus toen kwam ik bij de H&M en ik ben best wel gek van dit soort shirtjes. Met echt zo'n rustige achterkant en gewoon druk of achter. Of wacht. Rustige voorkant en drukke achterkant. En op de voorkant staat Ile de Paris France. France. En op de achterkant staat een. Ja, wat zou het zijn? Een spekje vorm of zo. En dan staat er Ile de Paris France en dan met de Eiffeltoren. En deze was eerst 10 euro en nu maar 5 euro. Dan heb ik een trui gekocht. Ja, we zitten midden in de zomer, maar ik koop gewoon rustig nog een trui. Ik vond deze trui super leuk. Het sprak me gewoon wel aan. Het was een beetje zo'n 90s-achtig effect. Het print dan. En ik vond hem gewoon super leuk. Dus die kon ik ook niet laten liggen. Dat is deze trui. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op de camera. Maar het is zeg maar zwart. En dan hieronder een soort van old school things. En deze was eerst 20 euro en nu maar een tientje. Dus ja, voor een tientje vond ik hem super leuk. Ik heb trouwens al mijn kleding in maat XS of XS, XL gekocht. Omdat het dan groter valt. Zeg maar lekker bij en zo. En ben hier.
Nou, dan kocht ik als laatst een heel leuk broekje. Nou, kort broekje. Dat is deze geworden. Ik had deze ook nog in het rood. Maar ik vond blauw toch wel leuker. En deze was €9,99. Dat waren allemaal aankoopjes van de H&M. Dan ben ik ook heel even nog langs de Kruidvat geweest. En bij de Kruidvat kopen we altijd standaard dingen. Bijvoorbeeld gaat dat even naar chocola kijken. En misschien hebben ze daar misschien ook wat. Maar dit keer kwam ik tegen iets heel leuks aan. Mijn Tazara Mix & Go was op. En dus die kon ik weer opnieuw kopen. En deze was €1,50. En heel veel mensen hebben gevraagd van, goh, waar heb je die vandaan? Kruidvat, €1,50. En je hebt ook nog passievrucht en appel. Maar ik heb voor de vruchtensiroop aardbeienframboos gekozen. Dan heb ik, je hebt heel vaak van die cheese dippers. En ik zie dit ook heel erg van op We Heard It, Tumblr en Pinterest voorbij komen. De Nutella Go. Ik vond deze super schattig eruit zien. Ik denk dat ik er eentje morgen mee naar school ga nemen. En deze waren normaal €2. Maar voor €2 had ik ze echt niet gekocht. Maar nu waren ze maar €1. Dus ik vind ze super lekker. Ik denk dat ik er stiekem vanavond al één ga eten tijdens een film kijken ofzo. En morgen ga ik ook eentje meenemen naar school. En dan als laatste cadeau. Oh, cadeau. Als laatste aankoop heb ik de welbekende KitKat gekocht. Maar niet de zomaar KitKat. Nope. Deze. De Family Pack Questo Cookies and Cream. En deze waren maar €1,50. Dus ik heb er gelijk ook 2 van meegenomen. Dan was dit alles wat ik heb gekocht. Bij de H&M en bij Kruidvat vandaag en in de vlogmaand. Dan bedank je voor het kijken naar deze video. Als je het nou leuk vond, doe dan een dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En even by the way, ik ben een van de deelnemers voor You Talent in de categorie Entertainment. Dus binnenkort komen er ook video's online waarin omtrent dat is, zeg maar, in omtrent You Talent. Dan bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer.